Hey, dit is Steven van Wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over het bewegen van ladingen door een magneetveld. In een vorig filmpje hebben we gezien wat de formule was voor de Lorentzkracht voor een stroomdraad die door een magneetveld gaat. In dit filmpje gaan we kijken naar de Lorentzkracht werkend op een enkele lading die door een magneetveld wordt geschoten met snelheid v. De Lorentzkracht wordt dan gegeven door Bqqv, B is de magnetische inductie in Tesla. Q is de lading van dat deeltje in coulomb en V is de snelheid in meter per seconde. Laten we dat eens toepassen. In de onderstaande afbeelding zien we een elektron dat van links naar rechts beweegt, beweegt door een magneetveld. Hier hebben we de noordpool, hier hebben we de zuidpool. De magneetveldlijnen lopen van noord naar zuid. Dus die prikken hier het papier in als je dit een beetje driedimensionaal bekijkt. Let erop dat de richting van de stroom tegen de beweging van de elektronen ingaat. Dus als de elektronen hier naar rechts gaan, dan gaat de stroom juist naar links. Nou, hiermee kunnen we dan de linkerhandregel gebruiken. Laten we dat weer even doen. Doe vooral weer mee. De stroom wijst dus hier naar links. Dus je vingers wijzen van je linkerhand wijzen naar links. Het magneetveld moet in je palm prikken. En dat was hier het papier in. En dan zie je automatisch dat je duim naar beneden gaat wijzen. Oftewel de Lorentzkracht die werkt naar beneden. Als gevolg gaat het elektron naar beneden afbuigen, zoals we ook in deze afbeelding zien. Nou, stel dat we hier niet een elektron naar rechts zouden schieten, maar een positief deeltje, zoals bijvoorbeeld een proton, dan zou in dat geval de stroom wel naar rechts werken, want bij een proton geldt dat de stroom gewoon in de richting wijst van uh, de positieve deeltjes. In dat geval zouden we, zou de Lorentzkracht precies de andere kant op wijzen, die zou dan naar boven gaan. En dan zou het deeltje dus de andere kant op bewegen. Een elektron gaat hier dus naar beneden, een positron of een proton zou hier omhoog gaan. Nou, dat effect wordt goed gebruikt in een zogenaamd bubbelvat. In een bubbelvat kunnen we de beweging van allerlei deeltjes weergeven en over zo'n bubbelvat staat een magneetveld en daarmee kunnen we zien of we te maken hebben met positieve, negatieve of neutrale deeltjes. Nou, als een deeltje de ene kant op buigt, is het positief. Als de andere kant op buigt, is het negatief. Als het gewoon recht doorgaat, dan is het deeltje neutraal. Dus dit is een hele slimme manier om uit te vinden of een deeltje positief-negatief geladen is of neutraal is. Tijd voor een voorbeeld uit een oud examen. Door een kernreactie schieten er twee elektronen hier uit de atoomkern. Deze beta-mindeeltjes, dat is gewoon een ander woord voor een elektron. Nou, doordat de atoomkern zich in een extern magneetveld bevindt, beginnen die elektronen te spiraliseren, zoals we hier en daar kunnen zien. Leg uit in welke richting het magneetveld werkt. Nou, daarvoor gaan we even kijken naar wat er gebeurt op dit punt hier. Nou, het elektron gaat naar rechts, dat betekent ten eerste dat de stroom I dus naar links gaat. Nou, de spiraalvorm hier vertelt ons dat er een middelpuntzoekende kracht moet werken naar het midden van die spiraal. En dat middelpuntzoekende kracht die wordt hier gegeven door die Lorentzkracht. Dus die Lorentzkracht werkt nu naar het midden van deze spiraal. Nou, nu kunnen we met de linkerhandregel kunnen we bepalen in welke richting het magneetveld gaat. Je wijst je vingers in de richting van I. Je wijst je duim in de richting van, het magneet, uh, van de Lorentzkracht. En dan prikt het magneetveld in je palm. En die komt dan van onderaf naar boven in je palm prikken. Oftewel, het magneetveld B wijst hier omhoog. Nou, een geladen deeltje in een magneetveld, als we dat een tikje geven, dan gaat het automatisch in een cirkelbaan bewegen. En er geldt dus dat de Lorentzkracht gelijk is aan de middelpuntzoekende kracht. De Lorentzkracht was B keer Q keer v. De middelpuntzoekende kracht was m v kwadraat door r. We kunnen aan beide kanten een v'tje wegstreven en dan houden we dit over. Nou, er zijn een aantal dingen die we met deze formule kunnen doen. We kunnen onder andere hiermee de massa van deeltjes bepalen. Laten we die formule even omschrijven zodat de massa eruit komt. Eerst halen we de breuk even weg, dat is de r naar de andere kant. Dan krijgen we hier b keer q keer r. En dan de, v, of dan de v naar de andere kant inderdaad, en dan krijgen we deze formule. De massa van het deeltje is B keer q keer r gedeeld door v. Dus als we b, q, r en v van een deeltje weten, dan weten we automatisch de massa van dat deeltje. Laten we de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan even toepassen op een zogenaamde massaspectrometer die we hier zien afgebeeld. Met een massaspectrometer kunnen we deeltjes met verschillende massas van elkaar onderscheiden. Dus als we een materiaal hebben met deeltjes erin met verschillende massa, dan kunnen we die uit van elkaar scheiden. Nou, bijvoorbeeld, lood uit mijnen bestaat uit drie isotopen. En isotopen, dat zijn loodatomen die allemaal net een verschillende massa hebben. Met een massaspectrometer kunnen we dan nagaan hoeveel van elke isotoop aanwezig is. Nou, hoe werkt dat? Zo'n mengsel van lood wordt dan eerst gasvormig gemaakt en geioniseerd. Bij lood krijgt alles dan een lading van plus 1. Um, de ionen worden dan versneld tussen condensatorplaten A en B hier. Dus die ionen worden hier neergelegd, die versnellen deze kant op. En die worden dan met een bepaalde snelheid hier... Ruimte 3 ingeknald. Nou, in ruimte 3 zit een magneetveld en dat magneetveld zorgt ervoor dat die deeltjes gaan afbuigen en die gaan dan een halve cirkelbaan maken tot ze hier op een detector komen. Nou, verschillende ionen die gaan een verschillende cirkelbaan maken met een verschillende straal en als gevolg komen verschillende deeltjes met een verschillende massa op verschillende plekken hier op de detector terecht. En op deze manier worden de deeltjes dus van elkaar gescheiden. Nou, laten we nog even een vraag beantwoorden over ruimte 3 hier. Wat is in dit geval de richting van het magneetveld? Nou, die loodionen die hier uitkomen, die waren positief geladen, dat hadden we hier gezien. Dus uh, stel dat we bijvoorbeeld naar dit punt S gaan kijken, dan wijst de richting van de deeltjes die kant op. Het zijn positief geladen deeltjes, dus de stroomrichting wijst dan ook deze kant op. We hebben hier te maken met een cirkelbaan, dus een Lorentzkracht die werkt naar het midden van de cirkel. Dat is in dit geval gelijk aan de middelpuntzoekende kracht. Uh, en dan kunnen we met onze linkerhandregel kijken hoe het magneetveld loopt. Onze vingers wijzen in deze richting. De kracht wijst in die richting, dat is dus je duim. En als gevolg zie je, en doe het weer na, dat in punt S het magneetveld uh, het papier uitprikt. Het magneetveld prikt in je palm, dus het gaat hier het papier uit. Nou, nu tijd om wat te gaan rekenen met zo'n massaspectrometer. Stel, we hebben een calcium 2 plus ion met een massagetal van 48 U. En dat wordt vanuit stilstand versneld tussen die twee condensatorplaten. En die hebben nu een spanningsverschil van 2,50 kV. Nou, daarna komt dat ion terecht in dat magneetveld. Het maakt hier een halve cirkelbaan met een diameter van 52,6 centimeter. En wat we willen weten is de sterkte van de magnetische inductie B. Nou, in eerste instantie gaan we alvast even de diameter hier door twee delen. En dan hebben we de uh, straal van die cirkel, dat is gelijk aan 0,263 meter. Nou, tussen die platen wordt elektrische energie omgezet in kinetische energie. Elektrische energie is QU, uh, kinetische energie is half v kwadraat. Nou, die lading hier, de lading Q, die is gelijk aan 2+, plus, dat betekent twee keer de lading van het elektron... Dus we kunnen die Q vervangen door 2E. En nogmaals, de lading van een elektron is gelijk aan de lading van een proton. Vandaar dat we hier gewoon die E kunnen gebruiken. Volgende stap is dat we even deze gedeelte 2 naar de andere kant halen. Dan krijgen we hier een 4 uh, te zien. Dan halen we de m naar de andere kant. En dan doen we aan beide kanten de wortel. En dan hebben we hier een formule voor de snelheid. Nou, die kunnen we nu uitrekenen. 4 keer de lading van een elektron of een proton. Dat is 1,6 keer 10 tot de min negentiende keer de spanning, dat, was, dat stond hier, 2,4 kilovolt. Kilo is 10 tot de derde. Dat delen we dan door de massa van dat calciumion. Nou, een calciumion had een massa van 48 u. En dat kunnen we als volgt omschrijven naar kilogram. 1 u is gelijk aan 1,66 keer 10 tot de min 27ste kilogram. kan je ook vinden in binas. En als je dat dus met 48 vermenigvuldigt, dan weten we de massa in kilogram. Je wilt dit weer netjes tussen haakjes zetten wortel van het geheel, en dan vinden we een snelheid van 1,4 keer 10 tot de vijfde meter per seconde. Nou, wat hebben we nou aan de snelheid? Die kunnen we gebruiken in deze formule. Tijdens die halve cirkelbaan wordt de Lorentzkracht omgezet, of is de Lorentzkracht gelijk aan de middelpuntzoekende kracht. Lorentzkracht is v. middelpuntzoekende kracht is kwadraat gedeeld door r. We kunnen aan beide kanten even één v'tje wegstrepen, dan vinden we dit. We kunnen dan de q nog naar de andere kant halen, dan krijgen we deze uitspraak hier. Nou, de q kunnen we weer vervangen door 2e, want we hadden hier 2 plus, dus 2 keer de lading van een proton, dus dat is 2e. En deze formule kunnen we dan gaan invullen. De massa was weer 48 u keer 1,66 10 tot de min 27ste. De snelheid hebben we net berekend, 1,4 keer 10 tot de vijfde. We hadden hier 2 lading van het elektron en keer de straal, die hadden we hier al berekend, 0,263. Netjes allemaal weer onder de deelstreep tussen haakjes en dan vinden we een magnetische inductie van 0,13 Tesla. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapsschool.nl. See you next time.